Mark Rutte en zijn team krijgen namelijk veel lof over hoe ze de coronacrisis managen. Maar zakenvrouwen Elske Doets en Rahma el Mouden ergeren zich eraan dat het alleen maar mannen zijn die aan het roer staan. Zij pleiten voor meer vrouwelijke oplossingen. Ja, mevrouw Doets. Dat vind ik wel interessant. Wat zijn vrouwelijke oplossingen? Ja, nou, als je kijkt eventjes naar leiderschap in deze crisis. Ja. Ja, een mevrouw Merkel in Duitsland, ja, dat vind ik dan dicht bij ons. Maar wel echt iemand die kijkt naar het zwartste scenario. Dus naar een scenario wat eigenlijk Harvard-wetenschappers voorspellen dat dit iets is wat ons een aantal jaren blijft achtervolgen. Ja. En daar maakt ze dus ook lange termijn plannen voor. En dat vind ik echt heel erg knap. En als je kijkt wat hier in Nederland gebeurt, zie je toch wat meer korte sprints die er worden genomen. Ja. En, ja. Dus u vindt de manier waarop Nederland door deze coronacrisis geleid wordt mannelijk? Mannelijk en korte het zijn sprints. Mannen, maar wat is er dan mannelijk aan die mannen? Nou, kijk, wat heel duidelijk is bijvoorbeeld bij mevrouw Merkel, is dat zij heel erg gaat voor de inhoud. Haar ego is eigenlijk niet belangrijk. Ja. En dat is omdat ze ook een wetenschapper eigenlijk is. Hè? Maar heeft dat dan zo te maken met haar vrouw zijn? Nou, wat ik heel erg bijvoorbeeld opmerkelijk vind, mevrouw Rijksman, die zegt net van, vind ik nou echt vrouwelijk leiderschap wat zij net liet zien. Ze wil het niet over geld hebben, ze wil het over de inhoud hebben. En dat is ook precies wat Angela Merkel heel goed doet. En dat vind ik prachtig, dus dat liet u net zien. Ik denk, nou, dat is echt een heel mooi voorbeeld. En ja, er wordt ook te veel over geld gepraat. En daarin denk ik dat ook wat verblindend kan zijn. Ja, is dat zo? Het gaat toch ook over geld? Het gaat toch ook over beslissingen die we moeten nemen? Zeker. Harde keuzes, tegenstellingen? Precies. Ik ben als ondernemer ook elke dag met geld bezig. Ja. Maar uiteindelijk gaat het er ook om, wat is je oplossing? Wat is de inhoud? Ja. En dan is het geld eigenlijk het tweede succesverhaal eruit. Maar mag ik er één ding over vragen? Want eigenlijk, als we de afgelopen tijd de discussies hebben gevolgd, dan was toch juist het commentaar van het gaat te veel over medisch perspectief en te weinig over geld. Dus ik vind het wel opvallend dat u dit zegt. Ja, maar als je dan kijkt naar de denktank die daarvoor bedacht is, daar zit bijvoorbeeld Klaas Knot in en Kim Putters en dan ook Mariette Hamer van de SER, dat is gelukkig een vrouw. Maar dat zijn mensen die nog nooit ondernemers zijn geweest en nog nooit die pijn hebben gevoeld die wij als ondernemer voelen. Dus het is natuurlijk heel storend dat meneer Knot. Gaat het over ondernemers of gaat het over vrouwen? Nou, wij zijn toevallig ondernemer en vrouw, maar dat gaat even over die pijn, zeg maar. Maar het feit dat wij, want je ziet hier op de foto, zij staan aan de zijlijn en beslissen over ons. Ja. Oké, maar nog even over die vrouwen. Want we zien hier de mannen die inderdaad nu de belangrijke posities in de regering bezetten. Wij hebben niet zoveel vrouwen aan de top, omdat vrouwen vaak part-time werken. Ja. Het is moeilijk om een land door een crisis te leiden als je part-time wil werken. Zeker, zeker. Is dit dan weer een herinnering aan het feit dat wij op dat vlak niet zo goed... Op papier zouden vrouwen nu wel wat verder moeten zijn. Ja. Er zijn wat stappen gemaakt met wetsvoorstellen. Maar in de praktijk is dat nog zeer pover. Ja. En dat laat deze crisis helaas zien. En ik maak mij dus ook heel erg sterk om dat te verbeteren. En ik ben dan iets minder van de instrumenten. Ik ben dan iets meer van het emanciperen van onderop. Maar noem nou eens een voorbeeld. Als Mark Rutte nou mevrouw Rutte was, wat was er dan volgens u anders gegaan in de beheersing van deze crisis? Ik vind dat hij heel erg optreedt als een manager. Dus korte sprints neemt hij. Ik zit bijvoorbeeld met mijn bedrijf in het toerisme. Ja. Nou, die zomer komt eraan. Mensen willen heel graag op vakantie. Maar het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Ja. Wij zijn met mijn branche een soort kind van de rekening. En het zou echt enorm goed zijn als hij een ferme, en dat kan ook best een pijnlijke beslissing zijn, zoals Merkel dat dus wel doet, om dus wat verder te kijken en dan die duidelijkheid te geven. Dat mis ik. Ja. Welke vrouwen vindt u buiten Merkel nog meer goed leiderschap tonen in deze crisis? Nou, ik vind, dat is iets verder van ons vandaan. Maar ik vind Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland vind ik een waanzinnige leider. Dat is ook makkelijker, hè? Zo'n afgelegen eiland. Ja, precies. Dat klopt helemaal. Maar dat is een opmerkelijke vrouw die inderdaad ook andere waardes belangrijker vindt dan alleen maar geld. Ja, toch het is inderdaad waar dat vrouwelijke regeringsleiders nu in deze coronacrisis ook minder doden. Nou ja, veel lof oogsten ook over hun compassie bijvoorbeeld en duidelijke taal. I would say that the pandemic is not over, but we have it under a relatively good control. Die ganze Entwicklung basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass wir eine Infektionszahl haben, die wir überblicken können, die wir nachverfolgen können. Reliable information based on facts can save lives. So don't be disheartened when you see that. Don't be disheartened when you see that ongoing increase. I want to ask everyone not to see others as potential enemies and not to point the finger of blame. Tarvitsemme myös yhteistyötä ja solidaarisuutta. Stop moving. Simply stop moving. Nou, dit laatste is inderdaad hele duidelijke wat ik daar taal. Nog wel op willen aanvullen is dat vrouwen veel makkelijker pijn omarmen en dan dus ook sterker verder gaan. Dat is eigenlijk ook wat je heel duidelijk ziet bij Merkel. Die slikt gewoon dat moeilijkste, dat zwartste scenario in en gaat daarop acteren. En dat vind ik echt typisch vrouwelijk leiderschap. Wat ik ingewikkeld vind is dat er toch wel weer, terwijl we dus proberen dan gelijkheid tussen mannen en vrouwen, door het leiderschap van mannen heel erg af te zetten tegen het leiderschap van vrouwen, hou je toch juist stereotypisch in stand. Dat je zegt van, nou, mannen zijn dominant en sterke, vrouwen zijn gevoelig en empathisch. Ja, gaat dat altijd op? Nee, leiderschap. Ik kan ook heel erg mannelijk zijn en vrouwelijk tegelijkertijd. Dat moet je op bepaalde momenten inzetten, maar dat is... Maar wat is dat mannelijk en vrouwelijk? Ik vind het zo grappig dat u die koppeling maakt tussen bepaalde eigenschappen en een geslacht. Wat is dan mannelijk en wat is vrouwelijk? Nou, want wat Merkel doet, beredeneert, rationeel, vanuit een zwart scenario, zegt u zelfs. Maar zij is wat is daar vrouwelijk aan? Zij is heel erg bereid om haar ego eigenlijk opzij te zetten... Ja. En te gaan voor de inhoud, voor de lange termijn, zeg maar. Dat doet Rutte toch ook? Ja, Trump of zo, die doet dat misschien wat minder. Die is natuurlijk een beetje... Ja, nou, Rutte heeft ook korte sprints, zeg maar. Ik denk dat hij toch wat meer langere termijn in moet brengen. Want in mijn optiek, zo zie ik dat ook als ondernemer... Ja. Is dit niet in november klaar. Dit blijft ons nog wel even... Ik kijk even naar de andere man aan tafel... Ja, nou ja, goed. Kijk, vind je dit ook... Ze hebben ego's. Ja, natuurlijk. Ik denk dat alle BN'ers een ego hebben. Of er nou een acteur of iemand die zeg maar in het politieke gebeuren zit. Maar ja, op een gegeven moment hebben zij natuurlijk op dit moment ook met heel veel regels te maken van anderen waar zij niet goed voor gestudeerd hebben. En ook niet in gekend zijn. Maar ze moeten het wel voordragen. En ik vind dat... Ja, maar dat Rutte tot nog toe al alles aardig doet. Alleen, het gaat u meer, denk ik, ook om de beleving... dat er mensen zijn, dat zij niet het zakenleven kennen... en van de alleenstaande mensen, de ondernemers. Ja, laten we daar, dat is een interessant punt, laten we daar even op door. Ik vond nog erg leuk op weg was, maar... Ja, nee, maar dat is... Of wil je nog iets erover afmaken? Nee, maar ik vind het ook zo belangrijk, inderdaad, wat u zegt... dat ik wel vind dat heel veel mensen die in de politiek werken... ook vaak niet... de kennis hebben wat er gewoon in het land gebeurt. Gaan ze een paar dagen meedraaien. Ik bedoel, ik weet waar ik over praat. Ik heb jarenlang programma's met Goornen gemaakt. Dus dat altijd... Dat is uit alle beroeps... Ja, ze zouden jou eigenlijk de baas van maken. Nee, helemaal niet. Maar daar wil ik wel mee zeggen dat je dan wel... als later het is 4 of 5 dagen... of die andere man, hoe heet het, die Wiebes, die man... Oh, ook zo'n hekel aan... Die neus wordt steeds groter van het job. Laten we naar Rachma gaan. Ja, want dat is een interessant punt. U bent vooral ook voor inderdaad het gebrek aan vrouwelijk leiderschap. Maar mevrouw el Mouden, u vindt het probleem vooral zit in dat, precies wat Gerard Joling zegt... dat er te weinig mensen in bijvoorbeeld het team zitten... dat het noodpakket maakt, die daadwerkelijk zelf met zijn voeten in de klei staat. Laat ik maar eens beginnen dat ik dus sowieso los van of wij tevreden over die mensen of niet... dat ik toch wel blij dat wij in zo'n land wonen, hè, met z'n allen. En dat Mark Rutte in ieder geval heeft zijn leiderschap getoond. Hè. Dus dan gaan wij het over. Klopt wat Elske zegt, dat wij eigenlijk te veel mannen... maar dat is een weg die wij moeten nog bewandelen, lange weg. Maar inderdaad had ik liever dat ik daar... in plaats van 6 mannen ook 3 vrouwen aan de leiding hebben. Dat zijn ze niet. En we moeten daar keihard aan werken. Dus dat is niet alleen de schuld daar. Maar wat ik daar mis, en dat missen we allebei... is dat er geen gevoel van ondernemerschap. En die ondernemerschap zijn mensen die eigenlijk dit land ook draaiend houden. En dat mis ik gewoon. Dus het is een stukje geld, prima. Daar zijn mensen ook blij mee. Maar dat lost je niet alles op. Ze hebben ons eigenlijk als ondernemers heel lang belemmerd. Nog tot vandaag morgen. Zij bepalen wat we moeten doen. En ik denk dat een ondernemer zo creatief zijn dat zij in staat zijn om zelf dingen te bedenken. Maar niet de regels uit Den Haag te bepalen. Dat is het eigenlijk. Maar dat we daarop doorgaan... Mag ik even een korte vraag stellen? Zit er in het team eromheen geen vrouw? Want ja, ik zie nu wat ik dus net zeg. Er zitten in het team ook nog Bruno. We hebben een foto van de mensen die het noodpakket samenstellen. Dat zijn inderdaad vooral mannen. Maar het zijn allemaal mannen in pak. Dat is zeker waar. Maar als we het hebben over ondernemers... dan zitten wel Hans de Boer van VNO-NCW... en Jacco Vonhof van MKB Nederland. We hebben hier heel veel ondernemers aan tafel. Die zitten in dat team, dus die praten toch mee. Ja, met alle respect naar die twee heren... want die doen al heel lang mee in de Binnenhof. Die zijn eigenlijk al goed geïntegreerd in die cultuur. Dus ik mis die staan te ver af van de ondernemers om te weten wat daar leeft. Absoluut, want sommige dus de boeren en Vonhof die hoeven eigenlijk helemaal niet meer uit. Nee, ik bedoel, ze doen hun werk, hè. Ja. Maar ze zijn heel ver van de werkelijkheid. Ja. En ik wil graag mensen zien die dicht bij de werkelijkheid zijn. Want wat is... zelf aan tafel daar willen zitten? Graag. Ja, zeker. Ja? Maar maar hebben ze mij niet uitgenodigd, heel graag. Want ik weet... wat de ondernemers, en zeker ook de MKB's, middengroot... Ik weet wat een pijn is. Want wat is het belangrijkste wat er nu niet goed gaat in die groep? Omdat het daar dus... ik had ook graag mannen misschien ook gezien die ondernemers zijn. Ja, maar daar wil ik toch over zeggen, sorry, ik ontbreek... maar Jacco Vonhof heeft een schoonmaakbedrijf. Dus die heeft een schoonmaakbedrijf, die voelt de pijn. Die is een klein bedrijf, dus gaat u daar niet een klein beetje te... Nou ja, concurrent zelfs. Persoonlijk dus, maar het is toch wel... Ik hoop dat hij niet zo heel lang daar blijft, in die torentje daar in Den Haag. Want dan blijft niks over van die man, want die aardige man, die ken ik heel goed. Maar toch... er is geen balans daartussen. Ja? Dus wat zou het belangrijkste zijn wat jullie zouden veranderen... als jullie aan die tafels zouden zitten? Dan zouden we in ieder geval net dat stukje zakgeld geven aan die ondernemers... en zeggen, nou hier, en hou je mond en blijf drie maanden dicht. Nee, wij zouden eigenlijk zeggen, wat heb de ondernemers echt nodig? Ze hebben ons belemmerd de 3 maanden. Hè? We kunnen niet bewegen en de kappers niet. Hè? Dat zijn gewoon mensen en de horeca allemaal failliet gegaan. Hè? Maar denkt u dat als vrouwen dan daarbij zouden zijn, dat het dan anders was gegaan, denkt u? Ik wil niet echt nog een nadruk alleen bij de vrouwen. Hè? Nee, ik wil gewoon zeggen, ik mis de ondernemers. De echte ondernemers die pijn voelen. Wat een het is wel tegenstrijdig, hè? Want mevrouw Doets die is blijkbaar fan van mevrouw Merkel... die juist aan de voorzichtige kant zit. Dat zou betekenen dat ondernemers nog veel langer dicht zouden moeten zijn. Nee, maar dat is ook waar ik met mijn ondernemers... mijn onderneming zit in de reizen. Dus dat betekent dat ik ook uitgaan van dat zwartste scenario. Ja. En wat betekent dat voor uw onderneming? Nou, dat is natuurlijk een verschrikkelijk scenario. Maar dat betekent ook... maar dat is wel goed om daarvan uit te gaan. Want dan kan je ook transformeren. Ja. Nu wordt er allemaal geld uit Den Haag wordt ons gegeven. Fantastisch, dank je wel. Maar het verblindt ook een beetje. Wij treffen heel veel ondernemers die denken... nou. Ik kan nu even mijn tijd uitzitten. Terwijl wij juist willen, met ons initiatief... willen we ze helpen om die transformatie in die mindset te maken... om dus eigenlijk beter uit die lockdown te komen. Want dat is ontzettend belangrijk. Geld, nou, niet allemaal, hoor. Ik wil niet de ondernemers allemaal... maar ik denk dat wat wij willen met ons platform... is denk ik wel heel belangrijk... is dat wij eigenlijk opgestaan zijn als wij vrouwen... om ook een signaal te geven naar een andere vrouwen... maar ook een signaal te geven naar de andere ondernemers... om te zeggen, joh, luister... als je wil dat wij naar je luisteren of iets met jou bedenken... we hebben tijd, kom je even, we willen je helpen. Ja. En dat is eigenlijk wat wij missen in deze hele crisis. Want ik word echt gek gebeld door het hele land. Zeg, Rahma dit, Rahma dit, Rahma dit. Op een gegeven moment kwamen we elkaar tegen. Zeg, nou, laten we gewoon maar proberen. Elke ondernemer die we kunnen redden... of naar luisteren, is gewoon. Maar ik heb me altijd... Ik heb niet stilgezeten, hoor. Ik heb echt van alles gedaan in die periode. Ik heb zo'n volle agenda. Maar ik heb gewoon... gemist dat de overheid precies bepaalt wat ik als ondernemer moet doen. Ja? Wanneer ik naar buiten mag en wanneer ik dat doe. Ja, en daar erg ik mij gewoon aan. Dus ik had graag... aan tafel daar bij de heren willen zitten. Zeker. En jullie gaan dus nu die dingen allemaal bundelen. En dan hopen jullie dat Den Haag dan luistert. Nog even, waar kunnen mensen naartoe? Wij willen juist de ondernemers. Ja, maar uiteindelijk willen jullie toch ook dat ze daar toch dan iets mee gaan doen in Den Haag, waar de beslissingen worden genomen? Natuurlijk, maar wij doen een handreiking naar de ondernemers. Ja. Want wij staan samen met die ondernemers in het veld. Ja. Voor de ondernemers, ja. En wij heten Rachma adviescommissie voor ondernemers. Wij zijn geen concurrent van MKB, absoluut niet. Okay. Maar wij willen gewoon handreiken. We willen gewoon die mensen. Iedereen kan bellen. Iedereen. Man of vrouw. Rahma.elske.nl, elske.rahma.nl. Dus allebei. Okay. Duidelijk. Dank jullie wel. We gaan zo praten met politieagenten die in hun werk nog steeds veel te maken krijgen met geweld de afgelopen weken.